Hey Ros, het begint allemaal bijna weer met een rode kaart. Daarvoor ging alles prima. Word je er al gek van? Ja, daar word ik wel gek van. We hebben het ook hier gemeld in de kleedkamer natuurlijk. We hebben het hier uitgebreid over gehad natuurlijk, na de wedstrijd Vendam met Lima. En ook over situaties gesproken, hè, waardoor je met name in de Jupiler League toch snel kaarten krijgt. En als je het risico neemt dat, dat je iemand raakt. Ja, dan is dit zo'n moment dat denk ik van ja, heb je of niet geluisterd of doe dit in enthousiasme. Ik ga er niet vanuit dat de spelers het expres doen. Dan denk ik, ja, godverdomme, dan geef je bijna weer de wedstrijd helemaal uit handen. Terwijl je goed in de wedstrijd zit, je komt van een hele flatteerde, belachelijke 2-0 eigenlijk terug in de wedstrijd 2-2. Eigenlijk heb je al gewoon het gevoel van nou, deze wedstrijd gaan we gewoon winnen als we weer doorgaan. Ja, en dan dat. En dan wordt het ook nog weer 3-2. En dan, ja, dan hou je hard vast. Moet ik zeggen, dan een groot compliment voor de rest van de ploeg. Die keihard gewerkt hebben om in ieder geval een goed resultaat uit te slepen. Deur gewisseld en goed uitgepakt. En uiteindelijk moet je nog DD heel dankbaar zijn dat hij een penalty stopt. Wat het gek is, bij 2-0 achterstand was er niemand die eraan dacht dat Dordt zou gaan verliezen. Dat vind ik ook niet. Nee. De keuzes die we gemaakt hadden, denk ik, door te kiezen voor 3 verdedigers achterin en het middenveld ook in een ruit neer te zetten, pak je het perfect uit. Natuurlijk veel aandacht aan besteden op de training. Eigenlijk gebeurde wat op de training ook gebeurde, dat je in de opbouw met 3 gewoon goed vrij kwam. En dat je uiteindelijk de spits kon zoeken en daar lopen de mensen omheen. Nou, we kwamen een aantal keer, met name op de rechterkant, heel goed door. Alsof het eind was net niet goed of er werd even net naast gestoten. Maar waren de eerste 5-6 mogelijkheden waren op ons. Nou, dan het liefst kom je dan met 1-0 achter. En er wordt ook nog 2-0 door een penalty moment dat ook discutabel is voor mij. Ja, en dan heb ik nog steeds niet het gevoel dat we hier hoeven te verliezen inderdaad na een half uur. En dan komen we goed terug in de wedstrijd. En de rust ook gezegd, blijf doen wat we afgesproken hebben. Want we staan gewoon goed. We komen snel terug in de wedstrijd door 2-2 te maken. Ja, en dan, het was 5-5 minuten over. Het is 35 met 10. Ik zeg dat we wel langzaam ervaring krijgen. Dus dat zullen we nog wel niet. Overweeg je om te gaan trainen met 10 man of niet? Nou, ik heb het wel eens gekscherzend gezegd, maar het is wel zo dat we wel rekening moeten houden dat met die man komen te staan. Dus om dat eens een keer te benoemen in de training, om dat dan te doen, dat zou niet zo slecht zijn. Uiteindelijk schiet je met het gelijke spel niks op. Jullie hadden zoveel hoger kunnen staan en nu blijft het gewoon rond die 12 13 in plaats hangen. Ja, nou ja, goed, de belangrijke wedstrijd was vandaag om erbij te komen inderdaad. Ik heb steeds gezegd dat je punten niet moet weggeven. En ik heb nu het gevoel dat we in de laatste 2 wedstrijden 4 punten weggeven. Door 2 keer tegelijk spelen, maar terwijl we eigenlijk 2 keer hadden kunnen winnen. Nou, oké, win je er dan 1. En dan is dat, valt er nog mee, dan sta je er wel bij. En nu is het gewoon weer, staat er wel bij. Maar dat is het dan ook. Is dit dan het proces van volwassen worden voor jou toe? Ja, dat zou je bijna zeggen. Dus we blijven ermee bezig. Het is geen PlayStation, dus ik kan ze op het veld niet zo besturen. Hè. Dat ze op bepaalde momenten geen domme dingen doen. Want ik zag ook na die rode kaart al een aantal dingen. Ik denk, ja, dom. En dan doe je dingen waarin je een risico neemt als je zich er ook in moet gaan. Het voordeel is dat ze er zelf ziek van zijn, denk ik dan maar. Ja, nee, dat is ook zo. Kijk, Pos, de baan natuurlijk ook gestuurd, dat ook weer. Maar ja, goed. Ik denk ook dat dat soort overtredingen in de Eredivisie honderden voorkomen dat ze niet gegeven worden en dat we in de Eerste Divisie wel hebben. Nou, je speelt in de Eerste Divisie, dus moet je er rekening mee houden. Dankjewel.